Oké, dan gaan we rustig aan beginnen met het webinar HVAC berekenen. Als het goed is, heeft u beeld. Ziet u ook de startdia staan van ons webinar. Welkom bij het webinar HVAC berekenen. Ik ben zelf Wilco Griffioen en ik wil u hier doorheen leiden van hoe u met deze berekeningsmogelijkheden binnen Native Revit aan de slag kunt gaan. Maar alvorens daarmee aan de slag te gaan, toch een kleine introductie Zoom, mocht u het niet kennen. De mute-functie is vanzelf uitgeschakeld door onszelf, zodat we geen achtergrondgeluiden hebben. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u dat via de chat uitvoeren, kom ik zo op terug. Dus mute-knop staat uit. U kunt uzelf ook niet unmuten. Mocht het geluid toch slecht zijn, kunt u eventueel met het pijltje naast mute switchen van speaker of microfoon. Dus daar kunt u de instellingen vinden. Dat geldt ook voor de video. De video staat in principe uit. U kunt het ook aanzetten, maar ook daar kunt u wat settings doen mocht het beeld niet goed zijn. Nou, de chatfunctie, die vindt u rechts, of een beetje in het midden, rechts onderaan. Chat. Als u die aanzet, dan krijgt u een pop-up met de chatmogelijkheden. Nou, een aantal hebben dat al gevonden. Dan zie ik, dus dat gaat goed. Mocht u vragen hebben tussendoor of aan het einde van deze sessie, dan kunt u daar uw vragen stellen. En wij zullen dan contact met u opnemen als het nodig is na deze bijeenkomst. Daarvoor hebben we dan wel uw e-mailadres nodig. Dus als u dan in de chat ook uw e-mailadres wil achterlaten, dan kunnen wij daarop ageren. Oké, dat was even heel kort Zoom. Gaan we nu starten met, ja, wie is nou eigenlijk Kadex? Ik weet niet of u ons al ooit eens heeft gecontact. Maar Kadex is een bedrijf gevestigd in eerste instantie in Drachten hoofdkantoor. Daarnaast nog in Midden-Nederland in Utrecht nog een kantoor en nog wat vestigingen waar we wat trainingsruimtes gebruiken. Wij verzorgen met name trainingen en dat zijn diverse trainingen. Dat kan Revit zijn, AutoCAD, maar nog een heel scala aan trainingen, Solibri, tot en met SolidWorks, maar ook Dynamo-oplossingen en zulke soort zaken. Ik zou zeggen, kijk op onze website www.kadex.nl/trainingen om het trainingsaanbod te zien. En wij kunnen u daarbij helpen. Ook BIM-trainingen, BIM-procestrainingen, dus de bedrijfskundige kant, zulke soort zaken kunnen wij ook u, daar kunnen wij u in helpen. Daarnaast is een van de pijlers van Kadex oplossingsgericht denken. Denk even aan een stukje BIM-consult of andere consult. Of kleine softwareoplossingen die nodig zijn op maat voor u als bedrijf. Dat zijn vaak oplossingen die alleen voor uw bedrijf gelden, maar dat kunnen ook andere zaken zijn. Dat kunnen ook families zijn die we voor u kunnen maken. Noem maar op. En als laatste pijler, een detachering. Dat is meer de behoefte van onze klantendoelgroep. En die is vrij breed ten opzichte van de gebruiker om die te matchen met elkaar. Dus soms hebben wij wel eens cursisten die een project zoeken of dat een bedrijf juist iemand zoekt. Nou, dan kunnen wij eventueel via detacheringsmogelijkheden u ook van dienst zijn. Dat zijn de drie hoofdpijlers. En dat doen we in verschillende werkvelden. Het eerste werkveld, dat is de bouw en architectuur. Dus de bouwwereld, om het maar zo te zeggen. En de architectenwereld, constructeurs, noem maar op. Civiele techniek doen we ook het een en ander in. Rechts onderaan, tunnelbouwen, noem maar op. En de werktuigbouwkunde. Denk dan ook aan Inventor oplossingen of Fusion of SketchUp. Noem maar op. Dus ook daar kunnen wij trainingsoplossingen bieden of andere softwarematige oplossingen. En links onderaan ziet u ook installatietechniek erbij staan. En installatietechniek is hier in de volle breedte. Dus zowel elektrotechniek als W-installatietechniek. Dat is ook een van onze werkvelden waar we actief zijn. Dus u ziet, we hebben een breed portfolio qua producten, qua diensten, maar ook een breed portfolio aan werkvelden. Dus daar kunt u voor bij ons terecht. www.kadex.nl Deze hadden we volgens mij al gehad. Ik wil
het zometeen gaan hebben over de HVAC-berekeningen. Daar zijn een aantal zaken voor nodig. Als eerste moet de bouwkundige link natuurlijk gemaakt worden. Die heb ik al gemaakt. Alleen er moeten wat zaken op gecheckt worden. Met name de face mapping moet even gecheckt worden. Daarnaast gaan we spaces aanmaken of verrijken. Een aantal spaces heb ik al aangemaakt. En ook HVAC-zones gaan we aanmaken. Vervolgens nog wat instellingen daarop. En wat HVAC-instellingen. Ik ga ook even kijken naar de projectinformatie. En vervolgens gaan we calculeren de heating en cooling loads. En daar zit ook de heating en ventilation loads, om het maar zo te zeggen, in. We gaan dit ook rapporteren in de schedules, maar ook natuurlijk tonen in views. En vervolgens gaan we heel kort kijken nog even naar van hoe kun je dan een luchtkanalenstelsel bijvoorbeeld doorrekenen op basis vanuit de bit wat je op de roosters hebt ingesteld. En als laatste sluit ik af met nog een stukje export naar Excel. Als eerste ga ik zo starten in Revit met de space type settings. Een stukje energieanalyse doen. Op basis van de spaces die je hebt geplaatst en de HVAC-zones. Er zitten wat verstopte instellingen achter die bekeken moeten worden. En daarna ga ik dus een stukje rekenen ook nog aan luchtstelsels. Dat was even mijn idee voor nu. Een stukje rapporteren natuurlijk ook nog. Dat ga ik zo laten zien. Ik switch even naar Revit. Dus een moment. Ik heb Revit al openstaan. Ik hoop dat u mijn Revit-scherm ziet. Want als eerste gaan we eens even kijken wat voor model we hier voor ons hebben. Ik heb een lege template opgestart. Ik heb daar twee links in aangemaakt, in geïmporteerd. Een bouwkundige link en een constructielink. Ik zie een pop-up en een constructielink. En die wil ik even checken of die goed is ingeregeld. En dan begin ik even als eerste te checken van op welke fasering staat mijn huidige template, mijn Revit template, ingesteld. En dat doe ik via Manage projectinformatie. En dan ga ik hier naar de energie settings en dan klik ik op de knop Edit daarachter. En dan ga ik eerst even checken die projectfase waar ik nu op actief ben als ik een energieanalyse ga doen. Dus wel even van belang dat u dit eerst instelt, want als u dit niet doet, dan kan het maar zo zijn dat de berekening later een fout geeft. Al in een heel vroeg stadium overigens. Dus hier vult u in welke fase u mee gaat werken. Nou, ik heb hier fase 1, fase 2 in staan, maar dat kan natuurlijk ook een S-build fase of een nieuwbouwfase zijn of wat dan ook. Er zijn ook nog wat andere opties die ik nog even check. Other options, edit. Dus ik klik op de edit knop. En hier kan ik instellen wat voor gebouwtype dit gebouw is als building data. Bij building type kan ik namelijk een aantal standaard gebouwtypes hier kiezen. Ik houd op office. Maar u snapt waarschijnlijk wel dat als het een school is of een universiteit, dat daar andere gedachtes achter hangen. Maar ik houd even op office. Vervolgens ook het HVAC-systeem waar we van uitgaan. Die check ik even. U ziet hier een aantal HVA-systemen bijstaan. U kunt denk zelf een prima keuze hieruit maken. Het is wel Engels, maar ik zou zeggen, maak de vertaling. Een zeer, dus voor koeling. We hebben ook een centrale VHV-box, zulke soort mogelijkheden. Ja, ik zie tussendoor een aantal mensen binnenkomen, dus vandaar. En nog een aantal systemen. Ik laat hem even op de standaard staan. Gewoon de gas 5 tot 12 ton. Dus dat er een gasvoorziening ook aanwezig is. Outdoor air information. Kijk ik ook nog even naar. En dat is de luchtverversing, zeg maar, die je wil vanuit de buitenlucht. Die staat hier nu uit. Wilt u voor het hele project met één parameter bepalen wat voor luchtverversing je wil gebruiken, dan vinkt u hier air changes per hour aan en vult u hier een getal in. Ik doe dat nu niet, maar ook hier kunt u eventueel een setting doen voor de outdoor air information. Nou, dat zijn even zaken waar u op naar kan kijken. Ik sluit dit nu af. Dit is dus de standaard informatie waar die mee rekent, als je dat niet per space invult.
Ik geef een paar keer oké, zodat ik weer terug ben bij het model. Nou, we hebben gezien dat die fase op nummer 1 staat. Dan ga ik even kijken of de links ook goed zijn ingeregeld qua fasering. Dus ik klik op de bovenste Revit link, dat is de constructie. Het constructiemodel, ik geef rechter muisknop en ik klik op Type Properties. En hier kunnen we dan bij face mapping bepalen welke fase ik wil straks gaan doorrekenen ten opzichte van het constructiemodel. Nou, hij staat hier verkeerd, hij staat op de sloopfase. Ik wil de huidige status juist gaan koppelen aan mijn fase 1. Dus die zet ik even synchroon. Nou, daarnaast valt me gelijk op dat de roombounding niet aanstaat. Die zult u altijd aan moeten zetten als u later spaces wilt maken. Als u spaces wilt maken, zal die namelijk gaan zoeken naar afbakening. Dus bounding, afbakening van de ruimte. Maar per link kun je aangeven of die daar ook moet gaan scannen. Nou, daar wil ik ook op scannen, op het constructiemodel. Dus ik zet dat vinkje aan. Oké. Nou, dit is ook het geval bij het andere model, die had ik al netjes gekoppeld, dus hoef ik er niet zoveel meer mee te doen. Maar dat is iets waar u op moet letten. Ja, nu gaan we eens even kijken van nou, spaces. Voor een HVAC-berekening zult u als eerste uw ruimtes bekend moeten maken. Ik heb al heel veel ruimtes bekend gemaakt, zoals u ziet. Ik zoom even in op een bepaalde ruimte. U ziet hier een bepaalde ruimte staan, die heb ik geplaatst, een space. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een ruimte die wellicht nog niet gedaan is, gevuld is. Of hier nog een ruimte die nog niet gevuld is of op de eerste verdieping. Nou, u weet wellicht hoe u een space moet plaatsen. Maar ik zal het even laten zien. Analyze space. Dus de ribbentab Analyze, daar kunt u analyses mee doen via dat ribbentab. En een van de analyses is ruimte scannen. En dat doet u met een space. U ziet, hier staat nog geen space in. Alle ruimtes die wel gevuld zijn met een space, die worden lichter groen op in mijn geval. Zo is mijn template ingesteld. Maar ik wil deze ruimte ook nog vullen met een space. Let wel even op de option bar. We zitten op de eerste verdieping, dus de vraag is tot hoe hoog wilt u uw space gaan vullen? Tot hoe ver wilt u doorkijken? Nou, tweede verdieping. Maar ten opzichte van die tweede verdieping wil ik niet verder doorkijken, dus zet ik hem op 0. En ik klik een punt. Nou, wellicht dat u dit principe al lang kent, maar toch even van belang om dit te doen. Heeft u een space aangemaakt? Als ik op deze space klik, dan ziet u daar een aantal gegevens staan. Namelijk rechts in de properties. Ik heb mijn informatiescherm rechts gezet. Ziet u de oppervlakte, ziet u het aantal kubes. Maar wat u niet ziet is de calculated en specified supply airflow. Die staat nog allemaal op 0. Is nog niet doorgerekend. Outdoor airflow staat hier wel opgegeven. Hij heeft een space naam. Hij heeft een nummer. Nou, dat is op zich hartstikke goed natuurlijk. Maar wat nu nog moet gebeuren, is dat u in ieder geval moet vertellen wat voor space type dit is. En of het een gebruikersruimte is. Occupiable, als u dat aanzet, dan wil het zeggen dat het een ruimte is waar mensen actief zijn. He, dus die zet u aan. En vervolgens wil ik de space type settings hier gaan instellen. U klikt op het veldje ernaast. En dan ziet u drie kleine puntjes staan in het veldje. Daar kunt u op klikken. En dan komt u in de space type settings terecht. En u ziet hier allemaal verschillende templates eigenlijk al klaarstaan. En stel nou eens dat dit een kantoor is. Dan kun je dat vergelijken natuurlijk met een office. Nou, je hebt een open office of een gesloten office. Daar kun je nog uit kiezen. En daar hangen een aantal parameters achter. Nou, het kan zijn dat u een eigen template wil aanmaken, wat me kan voorstellen. Dat doet u met nieuw. En het mooiste is om een bestaande te kiezen. En dan op duplicate te klikken. Want dat is een kopie van een bestaande. Maar u kunt ook nieuw klikken, maar dan moet u alles zelf bepalen. Ik klik nu op duplicate. Dan maakt hij dus een kopie aan van de office en closed. Ik kan met rename eventueel de naam wijzigen naar bijvoorbeeld KDX. En dan
streepje kantoor. Gesloten noem ik het even. Oké, dan heb ik dus mijn eigen templates aangemaakt. Advies is dan om ook altijd met je eigen naam te beginnen, zodat al jouw eigen templates netjes bij elkaar staan. Nou, hier kun je gegevens vullen, namelijk hoeveel personen per vierkante meter, hè, het aantal vierkante meter per persoon, de warmteafgifte, minimaal, maximaal kunt u opgeven. Ook hoeveel watt per vierkante meter voor de elektrotechnici, daar gaan we verder niet over hebben. Airflow per area, hoeveel liters per seconde per vierkante meter gefilterd moet, moet worden. Nou, zo'n soort parameters kunt u doen. Wat voor nu van belang is, is de outdoor air information, of de outdoor air per persoon. Dus hoeveel heeft elk persoon nodig? Hoeveel heeft elke vierkante meter nodig? Dat is in liters per seconde of in kubieke meters per uur, afhankelijk van de setting. Maar vooral ook de air changes per hour. En dat is die factor die je kan invullen. Bijvoorbeeld een factor 2 of een factor 3. Voor een kantoor wordt je vaak op een factor 2 of 3 gezet. Ik hou me even bij 2. Als je dat heeft ingevuld, die outdoor air per hour, is het nog wel van belang dat u de methode van doorrekenen hier ook nog kiest. U kunt namelijk kiezen dat u de doorrekening straks wil doen van alle gebieden bij het aantal personen en per vierkante meter. Dus dan houdt u rekening met de outdoor air per persoon en de outdoor air per area. U kunt ook kiezen voor de outdoor air changes per hour. En dat is die outdoor changes per hour die daar weer boven staat. Ik kies nu alleen bij 8 dus. En dat is de afkorting van air changes per hour. Nou, oké, heb ik een template zelf aangemaakt. Ik heb die gewijzigd. Je kunt natuurlijk ook de bestaande templates wijzigen als u dat wilt. En die gewoon toepassen. En ik zeg oké. Nou, space type, KDX, kantoor gesloten. U kunt het nog checken ook hoe die staat ingesteld. Nou, op deze manier kunt u dus alle spaces voorzien van die space type settings. Ik heb het niet voor elke space gedaan overigens. Bij de begane grond heb ik dat wel gedaan. Als het goed is, even nog een check. Kijk maar, Office Open Plan heb ik hier toegepast. Dus op die manier voegt u uw template settings toe aan uw spaces. Nou, dat waren de spaces. Maar voordat je gaat rekenen, zult u ook zones moeten aanmaken. En die zones, dat doet u als volgt. Een zone is ervoor bedoeld om aan te geven welke ruimte gevoed wordt door bijvoorbeeld welke luchtbehandelingskast. En daarom worden de zones ook wel HVAC-zones genoemd. Nou, ik ga even naar de tweede verdieping. Daar heb ik een aantal spaces staan die nog niet in een zone zitten. Die wil ik even gaan toevoegen aan een zone. En dat werkt als volgt. Ik ga naar Ribbon Tab Analyze. Vervolgens klik ik op de knop Zone of Zone. En ik zeg Edit Zone. En met Edit Zone klik ik op Add Space. Dus toevoegen Space. Ik wil namelijk deze space, die space en deze space, die wil ik gaan toevoegen in één zone. Natuurlijk kan ik al die andere ook selecteren, maar ik laat het even bij deze drie. Vervolgens hernoem ik de zone naar LBK van luchtbehandelingskast. Ik zit op de tweede verdieping, dus ik noem het even LBK 2 en dan zone 1. Wellicht dat je op deze verdieping ook nog een zone 2 gaat krijgen of zoiets, maar ik noem deze dus even zone 1. Bij service type zie ik ook nog building staan. Nou, hier kun je eventueel nog opgeven hoe je verwarming is voor deze zone. Met radiatoren of met convectors of met hete lucht. Dat kun je hier opgeven. Maar ook wat cooling informatie. En ook hier eventueel weer een overkoepelende outdoor air information. Maar je ziet dat die from space type staat ingesteld. Wil je toch per zone afwijken van de space, kun je eventueel front zone geven en hier de air changes per hour definiëren. Ik doe dat nu weer niet. Ik ga weer naar from space type. Ook de heating en cooling information. Ik zal de heating even pakken. Is toch in Nederland wat relevanter, behalve dan in de zomer. Maar hier zie je het setpoint staan van de verwarming.
wanneer die aan moet schieten, zeg maar. De luchttemperatuur waar die van uitgaat. En eventueel de humidification set point. Luchtvochtigheid en dergelijke. Dus daar kun je ook nog mee spelen. Nou, ben je klaar met de naam geven, met de spacers toevoegen, met remove kun je eventueel spacers weer weghalen uit je zone. Maar als je daarmee klaar bent, klik je op het groene vinkje finish editing zone. Nou, dan hebben we hier nou een zone aangemaakt. Deze zat er al in per ongeluk. Maar je ziet met edit zone kun je ook altijd weer met remove space zaken eruit halen. Nou, blijkbaar zit hij op de brane rond. Nou, dat is wat mij betreft even zones. Dus je zult naast spaces ook zones moeten aanmaken. Kort samenvat, op de space vul je ook je space types in, waar je je heating, je outdoor air information actief is. En vervolgens, die zone, die gaat ervan uit dat je dan standaard de space type settings gebruikt. Nou, hebben we dat gehad? En dan kunnen we eigenlijk gaan rekenen. Voordat we rekenen wil ik even iets heel korts laten zien over de projectunits. We zagen namelijk dat die werkte met kubieke meters per uur en soms liters per seconde. Nou, bij manage projectunits kun je hier bij HVAC, bij de discipline HVAC, eventueel een correctie doen op je eenheid. En de airflow staat standaard op kubieke meters per uur. Nou, dit gezegd hebbende ga ik nu doorrekenen. En hoe doe ik dat? Dat doe ik met de heating en cooling loads onder ribbon tab reports en schedules. En ja, dat die onder analyze valt, dat lijkt me evident. Dus reports en schedules. Dit is dus een speciaal schedule voor rekentools, waarvan heating en cooling loads voor nu de belangrijkste is. Nou, hij zal alle spaces en zones uitlezen en die netjes tonen in dit scherm. Het kan heel even duren afhankelijk van hoe groot het gebouw is. Rechts ziet u ook het building type nog staan, hè, office. U ziet ook de projectfase nog een keer staan, fase 1. Dus ook daar kunt u eventueel nog een correctie doen op de fase. Hè, als je meerdere fases zou hebben. En ook de building service, hè, dat u met een VHV single duct straks wil gaan werken. Zulke soort settings kunt u ook hier corrigeren. Ground plane, begaande grond. Hè, dus je maaiveld, hoogte om het maar zo te zeggen, die neem ik ook even bewust even op in mijn verhaal. Nou, dat zijn de algemene general parameters. Daarnaast hebben we nog gedetailleerde parameters. En je ziet dat ik hier één zone heb, die heb ik netjes hernoemd, naar LBK2. En daar vallen dus een viertal spaces achter. Onder de andere zones die ik ook had aangemaakt, zie je ook een aantal spaces hangen. Nou, bijvoorbeeld deze kantoor, of dit kantoor. Als u daarop klikt, dan ziet u hier onderaan de gegevens van de space. Dus ook de space type kunt u hier terugvinden. Dus Office Open Plan, dat is degene die ik heb gekozen. Maar voor hetzelfde geld had je toch die Cadix willen hebben die ik zojuist heb aangemaakt. Dus de Cadix kantoor gesloten. En die kun je dan hier ook nog corrigeren. Dus je kunt dat in de properties doen. De instance properties van de space of hier achteraf vanuit detaillering. Dus dat bepaalt dan weer wat je outdoor air changes per hour zijn en dergelijke. Ook people kunt u hier nog eventueel inlezen. Wijzigen doet u bij de instance properties of bij de space type. Nou, heeft u dit allemaal ingesteld? Ik ga er nu even vanuit dat alle spaces netjes zijn ingesteld. Dan kunt u klikken op Calculate of Save Settings. Bij Save Settings kunt u gewoon sluiten en dan heeft hij alles bewaard. En met Calculate gaat hij rekenen. En dan zal hij een rapport laten zien. Een rapport waar je misschien in eerste instantie van zegt, ja, mooi. Maar ik laat hem zo zien. Hij doet dat overigens per maand ook, rekent hij de zaken door. En dan maakt hij daar een rapport van. En dat rapport is een aparte categorie binnen je projectbrowser. Dus binnen jouw projectbrowser zie je reports staan. Als je die openklapt, dan zie je dus een load report staan. En als je weer een nieuwe berekening doet,
komt er gewoon een load report tussen haakjes 2 bij. Dus u kunt ook de oude vergelijken eigenlijk met de nieuwe. Zo kun je scenario's naast elkaar leggen. Nou, dit rapport zitten wat overlappende, tenminste is veel tekst, je moet het even leren lezen. Maar bijvoorbeeld heating load van het hele gebouw of per zone kun je hier uitlezen. Ik wil er ook weer niet al te veel van vertellen van dit rapport. Deze kun je overigens exporteren, dit rapport. De spaces, die vind je hier ook weer terug. Dan kun je per space bekijken van oké, wat is mijn peak cooling load? En wat is mijn airflow? Wat is mijn luchthoeveelheid voor koelen en voor verwarmen? Kun je hier per ruimte teruglezen. En als je daarop klikt, spring je naar de wat uitgebreidere gegevens van die ene ruimte. Dus die links, die doen ook wel weer een sprong in het rapport. Nou, dat is, noemen wij ook wel het load report. Ander rapport om heel snel ook de scenario's met elkaar te vergelijken. Ik ga nu even terug naar de space. Een van de spaces. Ik klik er even eentje aan, dat is deze. Ik zie nou dat hij een supply airflow heeft gecalculeerd. Dus hij geeft aan van dit is de luchtbehoefte die ik nodig heb in deze ruimte. Ik heb al wat luchtroosters geplaatst van elk 125 kuub per uur. Dus dat bij elkaar opgeteld, die vier stuks komt op 500 uit. Nou, dan zie je dus dat je nog niet helemaal aan de gewenste luchthoeveelheid voldoet, om het maar zo te zeggen. Dus dat kun je weer terugvinden in je space gegevens. En ik kan me voorstellen dat u zegt van nou, ik zou daar eigenlijk wel een schedule van willen hebben van al mijn gegevens in een schedule waarbij dus gecalculeerde waarde ten opzichte van geplaatste waarde kan vergeleken worden. Nou, dat ga ik met u maken. Dat doe ik op basis van een view. Schedule, quantities en ik zoek even op de S van space, want ik ga daarvoor een space schedule maken. En ik noem het even map rekenen bij naam. Ik doe dat van fase 1, hè, want dat hebben we al eerder genoemd. En ik zorg er dan voor dat mijn level wordt gekozen, want ik wil dat per bouwlaag straks kunnen zien. Ik wil ook de space naam zien. Dat is het volgende veld en het nummer wil ik zien. Vervolgens wil ik ook het volume van de ruimte zien. Kan wel eens handig zijn. En daarna de supply airflow. En die vind ik, even kijken, ik was hem even kwijt, hier. En als laatste wil ik de gecalculeerde supply airflow zien. Natuurlijk kunt u ook heating bekijken of cooling informatie. Daar kunt u eventueel een apart rapport van maken of hieraan toevoegen. Ik houd alleen bij airflow. Ik vind het wel handig om de gecalculeerde en de actuele van elkaar af te trekken. Dat doe ik met een gecalculeerde parameter. En ik noem dat even resultaat van deze gegevens. En dat doe ik op de discipline HVAC op het type airflow, want ik wil de airflow gaan vergelijken van gecalculeerd naar echt geplaatst. Nou, de formule die daarvoor gebruikt wordt, dat is, klik op de puntjes. Actually, oké, min, dan het puntjes aanklik hierachter, gecalculeerd. Dus als er een mingetal uitkomt, is er te weinig geplaatst. Komt er een te groot plusgetal uit, dan is er te veel geplaatst. Dan kun je hier nog wat afknijpen, de luchtroosters. Maar ik wil dat aan de hand van een kleur ook straks zien in mijn tabel. Dus wat ik dan doe, ik ga bij formatting, ga ik bij resultaat vertellen dat alles wat bij resultaat niet tussen min 20 ligt, en 20, ik vind een afwijking van 20 vind ik nog oké, akkoord. Kun je over discussiëren natuurlijk, gaan we niet doen. Maar alles wat daar niet tussen ligt, wil ik als rood weergeven in mijn tabel. Daarnaast wil ik ook deze drie waardes voorzien van een totale gecalculeerde waarde. Dus die zet ik op total
En als laatste wil ik de sorting en grouping nog even verrijken met grand totals. Anders zie ik die gecalculeerde waarde alsnog niet. Dus die moet ik dan wel even aanzetten dat ik grand totals wil zien van mijn gecalculeerde waarde. Dus nou, ik zeg oké. Okay. Komt er een tabel uit. U ziet, de kolommen worden netjes weergegeven. Bovenin staat map rekenen. Ik heb het volume staan. Ik heb het geplaatste supply airflow staan. Ook het gecalculeerde is hier duidelijk. En het verschil wordt netjes uitgerekend. En als het minder is als min 20 of meer is als 20, zal hij rood weergegeven worden. En dat zie je hier ook. Min 14 valt binnen de range. Dus die is dus akkoord, om het maar zo te zeggen. Nou, op die manier zou je ook nog een tabel kunnen maken die dus al wat vergelijkingspatronen weergeeft. Natuurlijk zou je de sortering nog wat aan kunnen passen, maar wellicht dat u dat al door heeft, om het maar zo te zeggen. Dat was even heel kort vooraf. Ja, je gebouw doorrekenen op basis van je space type. Nou, natuurlijk kan het handig zijn om bijvoorbeeld de begane grond. Ik open de begane grond even. En de tabel even naast elkaar te zetten, zodat je heel snel kunt zien van oké. Okay, deze ruimte is niet voorzien, niet voldoende voorzien van een bepaald gebied of deze ruimte. Dan kunt u heel snel zoeken door domweg even die tabel naast die plattegrond te zetten. Want ik mis hier nog even 250 kub, om het maar zo te zeggen. En dat, als ik dat deel door 4, zou je dat per rooster erbij kunnen zetten. Nou, ik zet dat er nu even van één rooster bij. Dus ik selecteer één rooster. Dat is een hele uitdaging, hè? Dat weet u wel. Klik en ik maak daar even 375 van. 375, want dat is 125 plus die 250 die ik tekort kwam. En u ziet, het rode verdwijnt ook gelijk uit mijn tabel. Het kan wel zijn dat het rooster niet geschikt is voor deze waarde. Nou, dit rooster is dat zo, dan komt er een rood kruis door. Dus dan moet ik die 250 gaan verdelen over die 4 roosters. Dan kijken of ik uitkom. Ja, lukt dat niet. Moet u een nieuw rooster erbij plaatsen en dat aansluiten. Nou, ik doe even Ctrl-Z, dan verdwijnt dat kruis weer en is de waarde dus weer verkeerd. Maar op deze manier kunt u vrij gemakkelijk eigenlijk het een en ander corrigeren. Dat nog even over dus de tabellen. Nou, ik heb een stelsel ingetekend. Ik heb daar roosters voor geplaatst. Ik heb een debiet gekozen. Maar de vraag is natuurlijk... klopt dat debiet met de luchtsnelheid in mijn kanaal? Nou, gaan we eens even checken. Ik ga geen wijziging op zich doen. Er zit een kleine fout zeg maar in. Dat gaat hij straks corrigeren. Maar ik selecteer mijn systeem. En dat kan met de taptoets. Als ik de taptoets selecteer, dan kun je wandelen door een systeem heen. Als je het hele systeem selecteert, dan zal hij het hele systeem gaan doorrekenen. Alleen, hij doet dat niet voor de kanalen die jij op slot hebt gezet. Stel, je hebt al een aftakking helemaal op orde en zeg je van zo moet die blijven, hij moet niet meer gecorrigeerd worden. Dan is mijn advies om dat stukje stelsel even op de luchtkanaal even te lokken met de size. En u vindt dat terug in de properties van elk luchtkanaal. Ook bij de flex duct kanalen overigens. Ziet u de size lock hier staan. Die heb ik hier aangezet. Dus wat ik heb gedaan. Ik heb alle aftakkingen al netjes doorgerekend. Is allemaal op orde. Hoeft niks meer mee te gebeuren. Ik heb de size op lock gezet. En vervolgens verbonden aan het hoofdkanaal. En het hoofdkanaal. Wat hier in de gang ligt. En ik ga natuurlijk niet uitleggen hoe je een luchtkanaal tekent, dat ga ik even vanuit. Maar die heb ik niet op size lock staan. Dus die kan nog eventueel aangepast worden op basis van de doorrekening die ik nu wil gaan doen. Nou, daarvoor heb je met de taptoets dus even dat hele stelsel nodig. Maar wel met de kennis dus nu. Hij zal eventueel alleen aanpassingen doen op de kanalen die niet op size lock staan. In dit geval is dat het hoofdkanaal. Ik selecteer de doorrekentool, dat is Duct Pipe Sizing. En die vind je terug op de ribbon tab Modify Multiselect. Dus als die op Duct System staat, even terugspringen naar Modify Multiselect. En daar vindt u de Duct Pipe Sizing Tool staan. En dan kunt u hier een aantal interessante instellingen doen.
Namelijk, u kunt hier kiezen op voor friction, velocity, of de statische regain of de equal friction. Ik laat hem eigenlijk altijd op velocity staan, want dat is de manier zoals we dat in Nederland gebruiken, waar we op basis van meters per seconde de grens eigenlijk aangeven waar die aan mag voldoen. En ik zet die nou op 6. Je kan hem natuurlijk ook op 4 zetten of op 3,5. 3,5 moet je dan intypen. Dus niet 3,5, maar 3,5. Ik heb bij de kantoren dit op 3,5 gezet, maar nu wil ik hem op 6 doorrekenen. Ook drukverlies, of de druk per meter kun je hier opgeven, de friction. En bij constraints heb ik nog een, bij calculated sizes only, heb ik een restrictie opgegeven in hoogte in verband met de plafondhoogte. Dus die heb ik op 400 mm ingesteld. Je kunt ook een restrictie geven op de breedte bijvoorbeeld, als er een gangbreedte bepaalde beperking heeft, of u heeft vooraf afspraken gemaakt met de andere bouwende partners van oké, jij mag 1200 gebruiken. Nou, dan kun je die restrictie ook opgeven. Dat doe ik nu niet, maar je kunt dus hiervoor kiezen. En dan zeg ik oké, dan gaat hij me doorrekenen op basis van het aantal meters per seconde, op basis van het debiet, op basis van lengte en dergelijke, gaat hij het kanaal daar aanpassen waar de size lock niet aan stond. En daar waar die wel aan stond, zal die geen wijziging aanbrengen. Nou, dan heeft hij het luchtkanaal iets aangepast. De hoogte was namelijk niet helemaal lekker. Hier heeft hij nog wat aangepast. Wilt u meer verloopstukjes zien, dan zult u zelf als eerste verloopstukjes moeten plaatsen en dan opnieuw door moeten rekenen. En dan zal die ook daar weer per stuk kanaal dus een aanpassing doen. Ik heb hier één verloop geplaatst en dus daar, die past hij dan ook gelijk weer aan. Nou, dit was het doorrekenen van luchtkanalen op basis dus van het debiet van de roosters. Dus daar zult u een rooster voor moeten selecteren en op de option bar vult u het debiet in. De lengte is gewoon domweg die van het luchtkanaal. En het doorrekenen gebeurt alleen maar op luchtkanalen die een size locked uit hebben staan. We hebben een schedule gemaakt. We hebben het luchtstelsel doorgerekend. U ziet de mapberekening ook netjes staan in de schedule. Als laatste wil ik nog vertellen van kan ik dit dan exporteren naar Excel? Deze lijst, file, export. En vervolgens report. Komt u maar. Oké, hij doet het niet. Nog een keer. Even daar gaan staan. Export. Report. Schedule. Kiest u voor schedule. Dus tabel. Oké. En dan kunt u daar een tekstbestandje van maken. Ik zet hem even op mijn desktop. Hij heet MapRekenen. Hij neemt dus de naam van jouw schedule over. Hier laat u alles standaard staan zoals het staat, is mijn advies. En geeft oké. Vervolgens start u Excel op. Dus niet dubbel klikken op dat tekstbestandje. Nee, Excel echt eerst openen. Vervolgens klikt u op open en zoekt u het tekstbestandje op. Nou, ik weet toevallig dat die op mijn bureaublad staat. Omdat het een tekstbestand is, moet u even checken of die op ster.ster staat. En dan vindt u vervolgens de map-tekstbestand terug. U zegt open. En vervolgens moet u gewoon domweg doen wat ik doe. Dat is namelijk volgende voltooien. Dus niet gelijk voltooien, maar volgende voltooien. En dan ziet u hier de tabellen eigenlijk staan. Dus de inhoud van de tabellen ziet u hier netjes in Excel staan. Nou, dat is als laatste wat ik nog wilde vertellen. Ik ga terug naar de PowerPoint. We hebben dus gezien space type settings toevoegen aan spaces. We hebben gezien hoe je een zone toevoegt en daarbij de naam volgens LBK1 en dergelijke opbouwt. En dat u de spaces daaraan toevoegt en zo inricht dat de space type settings worden overgenomen voor het doorrekenen. We hebben doorgerekend via de heating and cooling loads, bekeken bij detail waar je op kan letten. En we hebben daarna nog gekeken van oké, als je het debiet hebt gecorrigeerd op de luchtbehoeften van de ruimte, van klopt dat luchtkanaal dan nog wel op basis van
Het debiet wat gewijzigd is, nou kun je doorrekenen met de duct sizing tool, waarbij ook de restrictie gedefinieerd kan worden voor de hoogte. U vindt dat hier onderaan. En als laatste de rapporten die we hebben gemaakt van de gegevens, die je ook weer kan exporteren naar Excel. Nou, mocht u hier veel meer van weten, het is op hoofdlijnen. Ik zou zeggen, kom een cursus volgen. Mapcursussen, eventueel maatwerkcursussen kunnen we bespreken. BIM Consult, noem maar op. U kunt bij ons terecht. Ik zou zeggen, de Cadix helpdesk. Als u ook een stukje helpdesk contracten wil, kunt u ook met ons contact opnemen. En ja... Wat dat betreft, al fijn dat u hierbij wilde zijn, maar zouden we graag voor u in de toekomst meer willen betekenen, zodat wij elkaar kunnen helpen om deze wereld weer een stukje mooier te maken in deze tijd. Ik wil u de gelegenheid geven om vragen te stellen. Dat kan via de chat. Ik doe dat, want we lopen ietsje uit. Ik ben 13 minuten te lang bezig. Dus ik wil tot een minuut of vijf even de gelegenheid geven om wat vragen te stellen. Anders laat uw mailadres achter als we met u contact moeten opnemen om uw specifieke vragen even door te nemen. Dus ik zou zeggen, laat uw mailadres achter in de chat. Of stel uw vragen, zodat ik ze kan behandelen. Ik krijg een vraag over Revit rekent met de SRA standard. In hoeverre wijken de berekeningen vanuit Revit af ten opzichte die van Fabian Bink? Nou, Fabian Bink werken volgens de ISO 17 of de ISO 55 als het om tapwater of zo gaat. Op zich, als we echt naar de uitkomst kijken, dan zul je zien dat de SRA een heel mooi medium is om scenario's heel snel door te rekenen. Zodat je niet gelijk heel erg ingewikkeld moet koppelen met Fabi, Bink of andere rekentools. Alleen het is wel een SRA standaard. Dus de rapporten, je kunt niet zomaar zeggen van het is ISO 17, want het is geen ISO 17. Maar de output is wel bijna conform ISO 17 of ISO 55. Helaas is er nog geen ISO 17 parameter beschikbaar binnen Revit. Misschien dat het ooit eens gaat komen. Maar ik hoop dat het in de toekomst komt. Maar qua vergelijking, het wijkt niet veel af. Maar het is geen ISO 17. Dus je kunt het niet als een wettelijk medium, een juridisch medium gebruiken, dat rapport. Maar je kunt het wel heel goed gebruiken als concept in het beginnen van een project. Om daarmee de scenario's naast elkaar te leggen en door te rekenen. Dus zeker bruikbaar, SRA. Maar als het er echt om aantonen, juridisch aantonen dat je voldoet aan de Nederlandse norm, nee. Daar zult u dus echt nog een koppeling moeten doen naar Fabi of Bink of andere rekensoftware. Is dat een antwoord op jouw vraag, Frits? Oké, zijn er nog meer vragen? Nou, dan hoop ik dat jullie een stukje wijzer zijn geworden. Dit webinar komt nog op ons YouTube-kanaal ook te staan. Kunt u later terugkijken. Handig, denk ik. En als er geen vragen meer binnenkomen, dan ben ik blijkbaar duidelijk geweest. En dan wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Ik blijf nog zelf wel een paar minuten actief in de sessie. Maar dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.